Wij gaan de stoelchallenge proberen. Voor iedereen die hem niet kent. Zo, jij bent echt een zuur pruim. Goedemorgen, vrijdagochtend en ik ben op weg naar de fysio. Ik heb de kindjes net afgezet op school, want ik heb Mila natuurlijk ook op vrijdag. En nu voor mijn grote onderhoudsbeurt. En ik moet zeggen dat het is altijd lekker en ik moet het ook altijd doen, maar nu op het moment denk ik, nou, het gaat zo goed dat het niet eens per se zou hoeven nu. Het is alleen heel vies weer. Nou, het is echt van die vieze motregen. Echt verschrikkelijk vind ik dat. Zo, ondanks dat ik dacht dat ik het niet nodig had. Ik voel me echt zo als herboren. Snel naar huis wat dingetjes doen. Ik heb trouwens vandaag sowieso echt een wen- en vliegdag. Ik moet eerst naar de fysio, dan stap ik in huis. Dan moet ik naar de overblijf. Dan weer heel even kort thuis. Dan Sarah ophalen, dan naar haar zwemles. Na zwemles, oh ja, moet ik ook niet vergeten om andere kleren voor dit te pakken. Dat ik er als gezondheid even andere kleren aan kan doen. Dan is een kinderfeestje, dan snel naar huis eten en dan weer ophalen en naar bed. Dus het is echt een hele drukke dag, zeg maar. Ik had uitnodigingen voor een evenement, maar ik kreeg het gewoon niet rond voor Sarah dan. En ik vind het heel vervelend om haar afspraken af te zeggen, omdat ik wat moet. En dat kan ik niet maken, dus dat gaat helaas niet door. Daar baal ik soms wel van, hoor, dat je dan eigen dingetjes niet altijd kan doen. Maar goed, het hoort erbij en ja, that's also some mom life. Heel de tijd druk bezig geweest en toen kwam er een pakketje. En die ga ik unboxen. En dat vind ik leuk. Daar heb ik heel veel zin in. En ik weet wat erin zit. En jullie lekker nog. Maar dat ga ik laten zien. Even kijken. Dit zijn stukjes die ik wel had gezien. Maar die ze in ieder geval niet mijn maat hadden. Maar online nog wel. Ik heb nog even wat tops met blauwe mouwen. Deze rode van Warehouse met een klein kraagje en opengewerkt. En ook de mouwtjes zijn heel erg leuk. Dus die vond ik wel heel erg cool. Moet trouwens wel wat passen. We hopen dat het aan past. Nog een rode top, dat is deze. Ook van Warehouse, geloof ik. Ja. En met dit printje. En die heeft een klein beetje roesjes op de schouders. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. En dit jurkje. Is voor van de zomer. Maar dit is echt een zomerjurkje. Met deze print. En die kan je van achter. Kan je hem dan aantrekken nog en knopen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dan is die altijd mooi getailleerd en altijd op maat. En dat vond ik wel leuk dat het achter is. En van voor is die gewoon simpel. En van achter een knoopje boven. Dus, me is very, very happy. Ik heb vandaag het gevoel dat ik alleen maar onderweg ben. Maar ik heb aan alles gedacht. Cadeautje en de zwemtas en de kleren voor de feestje. Dus ik ben in ieder geval goed voorbereid vandaag. So far, so good. Sarah ophalen en naar zwemles nu. En we zagen de regenboog er net. Waar is de regenboog, mama? Zie je het? Wauw! Je ziet hem echt heel goed, hè? Kijk, hij gaat helemaal door. Zie je? Je ziet de hele boog. Tot helemaal daar. Zie je? En er zit er zelfs nog één omheen. Zit er een regenboog om de regenboog? Ja, er zit nog een tweede omheen, een grotere. Maar die is wel lichter gekleurd. Kijk, zie je die tweede boog? Het is een dubbele. Zwemles is geweest, ging echt supergoed. En
We zijn nu vlakbij het kinderfeestje. Ga ik ze afzetten. En dan mag ik nog verder heen en weer. Want ik zag net dat Sarah bloed bij de gaatjes van de oorbellen heeft. Dus ik heb mijn vader net gebeld. Die heeft zweerknopjes gehaald. Die ga ik er ophalen. Dan snel thuis eten. Daarna Sarah ophalen. En dan heb ik die zweerknopjes. Maar ik redde het niet meer dat de winkels open waren. Maar goed, we zijn er. Dus ik ga het even wegbrengen. Nou, nu naar mijn ouders. Ik voel me echt een taxibedrijf vandaag. Taxibedrijf mama. Echt. Even die zweerknopjes ophalen en dan snel eten. Marco is thuis al aan het klussen. Die heb ik net aan de lijn gehad. En even denken, als ik vast kom te staan, zet hij het eten op en anders klust hij door. Dus ik hoop dat ik dan zelf kan koken, want ik heb liever dat er doorgeklust wordt. En de navigatie aan mijn ouders. En het voelt heel raar, want ik weet hier waar ik ben. En ik weet waar mijn ouders wonen, uiteraard. Maar ik weet niet hoe ik het efficiëntst vanaf hier naar mijn ouders rijd. Omdat dat dan heel raar is, omdat je dan zelf weer ergens anders woont. Dan is de route natuurlijk heel anders. Dus net ook al, ik weet normaal ook hoe ik hier naartoe rijd. Maar omdat het dan vanuit zwemles is, een hele andere kant, heb ik geen idee meer hoe ik dan het beste kan rijden. En inderdaad, de weg die ik dan was heel erg ongeweest. Dus ik ben heel blij dat ik mijn navigatie heb aangezet. Oh, het is in mijn haar. Ik moet het ook wassen. Maar ik had er vanochtend even geen tijd voor. Dus ik ga het morgen even wassen. We hebben gegeten. Ik heb de zweerknopjes gehaald. En ik ga weer de auto in. Ik ga Sarah ophalen. En dan moeten we die oorbellen doen. En dan zie ik echt tegenop. Omdat ik weet dat ik er gewoon... Nou, ze gaat daar gewoon pijn aan hebben. En ik vind het niet leuk om een kind pijn te doen. Dus, maar ja, het moet echt. Want als het helemaal gaat ontsteken, dan hebben we een probleem. Oh, en ik denk dat het van de oorbelletjes kwam. Die ze droeg, die heeft ze met de kerst gekregen. En ze zijn echt superleuk. Maar ja, ik denk dat ze er niet tegen kan. Want het is echt aan twee oren gelijk. Tegelijk. Dus ja, dan kan je niet zo blijven hangen of iets. Dan moet het iets anders zijn. Nou, we zitten dus alsnog weer in de auto. Ik wilde net Sarah er zweerknopjes in gaan doen. En bij de één oor had ik dat dus zo gedaan. Die had ze ook uit. En we dachten daarnet dat we een sluitingje kwijt waren. Dus die zat op de... hoe heet het? Die zat er niet op, dachten we. En we hadden al zoveel moeite met die oorbel uit te krijgen. En op een gegeven moment wilde ik dat zweerknopje erin doen. Het was ook dikker. En dat was het daarnet absoluut nog niet. In ieder geval niet zo. En dus ik zit eens goed te kijken. Zie ik dat het achterkantje van de oorbel gewoon in de oorlel zit eigenlijk. Dus die zwelling is er omheen. En nou, het is echt zo sneu. Dus we gaan nu naar de huisartsenpost. Die heb ik er net gebeld. En daar komen we een half uurtje later terecht. En dan moeten ze het eruit gaan halen. Ja, het is echt niet leuk. Het is echt... ja, een beetje jammer weer dit. Ik vind het zo sneu voor haar. Maar ze is heel stoer. Dus ik ben wel trots op je, zo stoer als je bent, hè? Ja, en ik zit achterin bij Sarah. Daarom ben ik ook zo donker. Jeetje, wat was mijn kleine meisje een bikkel. Heel gedoe om het eruit te krijgen, maar het is uiteindelijk gelukt. En toen moest er een andere oorbel in, om het gaatje dus niet af te sluiten. Ook dat alles van de ontsteking naar buiten kan. En dat gaatje natuurlijk blijft staan, anders kan ze dat misschien ook heel het leven niet meer. Maar het belangrijkste, omdat de ontsteking gewoon naar buiten moet kunnen komen. Maar de achterkant staat voor nu zo ver open dat er gewoon knopje niet kan. Want dan zou het volgende achterkantje ook weer naar binnen gaan. Dus uiteindelijk heb ik mijn oorbel uitgedaan. Die weer helemaal schoongemaakt, ontsmet. Nou, dat is natuurlijk allemaal volop aanwezig op de huisartsenpost. En heeft ze die in, die overigens ook heel moeilijk dicht wilde. We hadden wel die kleine ringetjes eraf gehaald. Mocht je niet weten waarom dat zo'n gedoe was, moet je even naar mijn vlog over de oorbellen kijken. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Iets met oorbel of oorbellen. Die is van een paar weken terug. Dus morgen doen we in een andere gaatje, ga ik deze ook ontsmetten. Gaan we die daar ook helemaal in doen. En die moet ze dan een paar weken inhouden. Maar deze zijn zilver. En we denken dat er in die andere oorbellen, het zou zilver moeten zijn, maar dat er toch nikkel in heeft gezeten of iets. En dat daar de reactie op is. En ja, het was wel soms stuk zwaar. Echt op pijn, dat was echt sneu. Maar ze heeft het echt goed gedaan. Dus ik ben mega trots op haar. Marco is nu wat lekkers aan het halen, want pas Nisha en Lola komen zo nog even een spelletje spelen. Wij zijn ondertussen met Lola, Nisha, Bas die heel graag... Ik wil niet op de vlog. En Marco is er. Bas, ik wil niet op de vlog. Ja, dat is Bas de ding, hè? Ja. Dus nou, morgen kom je heel mooi in beeld. Ik zit net aan Lola verteld. Ja.
Oh, wil je nou ineens weer wel overlopen? En we gaan Jatse spelen. Wij gaan de stoelchallenge proberen. Nee, voor iedereen die hem niet kent. Zo, jij bent echt een zuur pruim. Zullen we de bedchallenge doen? Kijk, wel eens te blijven liggen voor morgen. Zij heel de avond al zo vervelend, hè? Met je voeten tegen de deur aan. Allebei puntjes. Dan moet je 2 volledige stappen. Dus voet tegen de achterkant. 3 voeten. Kom. Dan voet tegen de achterkant. En dan de andere voet precies daarnaast. Ja, dan krijg je een stoel. Ja, hoofd tegen de deur. Gewoon naar voren. Dan mag je de stoel naar je bovenlijf trekken. Tegen je bovenlijf aan. Ja, gewoon zo. En nou gewoon opstaan. Ja, met de stoel tegen je aan. Ja, we moeten hem vasthouden. Ja. Andersom, dus wat? Dan tegen je aan en dan gewoon rechtop gaan staan. En vrouwen kunnen dit en mannen kunnen dit dus schijnbaar gewoon niet. Ik kan het ook. Ja, nou laat zien. En Marco? Ik weet niet of ik de stoel mag tellen. Nee, moet je even opletten. Bas gaat het laten zien. Wacht. Zo makkelijk. Ja, maar kijk wel of je niet vast speelt. 2 stappen toch? 2 stappen. Ja, maar ik kan zonder stoel nog niet opstaan. Nou, try it, try it. Kom gewoon niet omhoog. Recht. Tegen je borst aan trekken. Zo. Ja, en daar staan. Dat gaat niet. Oké, nou ik. Nou, dat en kinderen waren het enige wat vrouwen brengen. Beter kunnen dan mannen. Boven hebben die 2 dingen. Zelfs met de school. Nee, doe nog een keer. Ja, even fietsen. Godverdamme jij. Wat? Jij, hè? Jij. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Bedankt voor het kijken. Ik zeg elke keer, laat een leuke reactie onder deze video achter. Maar dat gaat niet meer, dat heeft YouTube geblokkeerd. Wat wel kan, op mijn Facebookpagina ook Mama op Hakken. Daar plaats ik ook altijd een link naar alle vlogs en de foto's ook die ik op Instagram plaats, komen er ook op. Rare zin, doet er niet toe. Daar kan je wel reageren, dus mocht je willen reageren op deze video, ga dan even naar mijn Facebookpagina. En laat daar een leuke reactie achter. Duimpjes kunnen nog wel. En als je niet geabonneerd bent, doe dat dan hieronder even. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!